Yo kijkers van de hele fijne, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Vandaag gaan wij Orbox C doen. Ik ben gevraagd om hier een video van te maken. Ik heb level 1 alvast gespeeld zodat ik weet wat ik moet doen. Maar als ik dus nu, je kan het met WASD of met pijltjes doen. Wat ik nu weet doe, dan ga ik naar boven. Dus wat ik moet doen, die blokken houden mij tegen. Dus ik moet zo tegen de blokken. En dan moet ik uiteindelijk daar zo in het vierkantje komen. En dan hebben we het level gehaald. Dus nou, level 3. We moeten naar dit. Wij zijn hier zo dit vierkantje. En we moeten naar deze. En we moeten dus zo. Tegen alle blokken aan. Ik weet niet waarom deze er zat. Oh, dan kunnen we dus 90 graden hoeken maken. Dus als ik nu naar rechts ga. Dan zitten we gelijk daar. En dan zitten we daar. Oh, dat was het begin vierkant. Dus we moeten zo. En dan zo. Oké, dat was dus makkelijker als dat ik dacht. Level 5. Het is nu natuurlijk nog makkelijk omdat het begin is. Oh, dat was 2 zetten en toen was het alweer klaar. Die was helemaal makkelijk. Ik moet hierheen. Zo. Nee, nu ben ik weer op hetzelfde punt. Oh, zo. Oké, deze was wat moeilijker, maar uiteindelijk toch gehaald. Teleports. Nou, dit is natuurlijk weer het begin, iets nieuws. Dus dat is meestal wat makkelijker. En dan komen we hier, daar en dan zo. En dan hebben we ook gehaald. We moeten dus wel elke keer steeds meer stappen doen. Maar dat is dus eigenlijk het hele spel. Het kost 2 euro als ik het goed heb. Maar ja, dan heb je wel... dan kan je lekker heel de dag dit spel doen. Kijken, zo. Gehaald. Press space to proceed. Daar. Zo. Oh, deze is wel wat moeilijker. Nou, dan kom ik daar weer aan het begin uit. Maar zo. Ja, en dan. Oh. Was iets makkelijker als ik dacht. Ik had het zelf niet eens door. Je discovered een nieuw mission. Dus er zitten ook missies in. We moeten alle sterren verzamelen. En dan pas... nu hoeven we niet meer naar het vierkant. Je moet gewoon alle sterren verzamelen. En dan hebben we het gehaald. Dus het wordt iets makkelijker. Ja, ik weet niet of het ook makkelijker is. Ja... Zo. Dus nu zitten we in een vierkant opgesloten. En dan moeten we alle sterren zien te pakken. Nou, dit ziet er niet zo heel moeilijk uit. En nu. Oh. Ja. Zo. Nee, want dan gaan we weer daarheen. En dan gaan we ook. Dan halen we het ook niet. Oh, ik weet hem al. We moeten eerst de onderkant moeten we hebben. En dan moeten we zo naar boven. Wacht. Oké, dus we doen zo de onderkant. Dan de zijkanten. En dan zo de bovenkant. Zo moet die. We hebben hem gehaald. Volgend level.
Daarin. Ja. Zo, zo. Zo, zo. En dan. We zitten op 59%, maar ik weet niet hoe ik nou verder moet. Want als ik naar beneden ga, ben ik af. En als ik naar boven ga. Oh nee, ik kan niet naar boven, dus ik moet naar rechts. Dit. Dan kan ik zo. Ja, en dan zit ik weer in dit rondje. Hop, hop, hop. Oh, ik heb het weer fout gedaan. Ja, naar boven is eigenlijk een beetje hetzelfde. De bovenkant is hetzelfde als de onderkant. Je moet zo, zo. Oh. Ik ga de verkeerde kant op kijken. Ik moet zo, zo. Zo, zo, zo. En dan moet ik die nog. Ja, dan moet ik daaronder weer komen. Zo. Ik snap dit echt niet. Zo, zo. Gehaald. Het duurde even. Ik had hem eerst niet door, maar we hebben hem nu gehaald. Oh, daar moeten we doorheen. If you're through the gate, it will close and merge into one block. Oké, dus nu moeten we wel weer in het vierkantje komen. Zo, zo. Oeh. Dat is de eerste stap die we sowieso moeten doen. En dan zo blijkbaar. Dus we moeten zo, dan gaan we zo en dan gaan we zo. Maar dan zijn we, dan redden we het ook niet. Oh zo. Je moet dus echt best wel veel nadenken bij dit spel. Ik zit daar. Nu zit ik daar. Omhoog, zo. Oh, dan gaan we er net naast. Oké. Okay. Zo, zo, zo. Dus die gates moeten we eigenlijk open houden. Maar dan komen we vanaf links doorheen. Wacht, we gaan het anders doen. Zo. Kijk, daar moeten we doorheen. Anders dan komen we niet eens aan die kant. Want naar rechts ben ik af. Naar boven kan ik niet, dus ik moet hier, want naar onder ben ik ook af. En dan komen we hier boven. En dan is eigenlijk de enigste uitgang naar het volgende punt is zo hier doorheen. Oh, en dan zo. Ik snap dit echt nog steeds niet. Dan zit ik hier zo, dan kan ik alleen maar zo terug. Ja, dat red ik niet. Zo. Zo. Dan zit ik weer daar, dan ga ik zo. En als ik zo ga, dan ben ik weer af. Ik moet bij dit blok hier komen.
Als ik bij dit blok kom, dan heb ik hem gehaald. Maar dan moet ik daar wel komen. En dat lukt nu niet. Oh zo. Dus je moet eerst dat allemaal doen. En dan moet je weer terug. En dan heb je het gehaald. If you ride over the grow block, it will become solid. Level 16 zijn we. En we zitten alweer op 11 minuutjes. Nou, doen we nog één keer deze. Of nou, nog één keer. We doen deze. Onder is niks naar rechts. Dan wordt ook... Oh ja, zo. Ik heb level 16 gehaald. Ik denk dat dit wel een beetje het spel was. Er komt dus elke keer iets nieuws bij. Dus ik hoop dat jullie nu genoeg weten van dit spel. Het kost 2 euro. Kijk op Steam als je het leuk vond. Kan je het natuurlijk kopen en downloaden. Ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze video. En hopelijk zie ik jullie morgen weer bij een nieuwe YouTubers Live. Dus bedankt voor het kijken en later. Control G.